Kom op, 30 seconden nog, hè? Hou vast, hou vast, dat gaat lukken. Blijf doorlopen 10 seconden. Welkom in het Slimmer Presteren Sportlab. Jouw portie proefjes met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. Sportarts en topcoach Guido Vroemen. En ik, man in Lycra, Gerrit Heikoop. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen maar bij de grens tussen zinvol en onzin niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen en Guido over ...NIRS-metingen in de spier tijdens inspanning. Hoe werkt dat? Het hielp Eliud Kipchoge in de voorbereiding op zijn sub2 marathon. En ook Christian Bloemenveld zet geregeld een sensor op zijn spierbundels om de lokale zuurstofvoorziening te meten. Hoe werkt NIRS precies? En wat is de meerwaarde ervan tijdens het sporten? We zoeken het voor je uit in ons eigen Slimmer Presteren Sportlab. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2 weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, Guido, goedemorgen. Hey, goedemorgen. De morgen. We zitten opeens heel ergens anders, met z'n drieën ja. fysiek bij elkaar. Ons eigen lab. Ja, oh, eigen sportlab. Eindelijk, een, hè? Uh, een nieuw plan hier in 2023. Guido, komt dat jou koken? Waar zijn we? Nou, eigenlijk zijn we gewoon bij mij thuis. Een beetje, maar ja, dit is een beetje de pain cave van Vroemen. Ja. Hè, hier komen alle ideeën van hele verschrikkelijk harde trainingen, maar ook gewoon leuke ideeën. Sensoren proberen uit te testen. Alles wat ik maar bedenk, wat iemand kan verbeteren, dat test ik even zelf uit in mijn eigen labje. En daar heb ik ondertussen alles verzameld wat ik nodig heb daarvoor. Precies. En Jurgen en ik mogen hier te gast zijn. En uh, we, hebben een, uh, we gaan een serie maken. Waarin we verschillende sensoren en gadgets gaan uitproberen op een loopband of op een, uh, op een wielremfiets... Dan verzamelen we data en dan komen we hier aan deze tafel uh, die data nabespreken. Voor de kijkers op YouTube die zien links en rechts nog een opgedroogde zweetdruppel op jullie voorhoofden. Want we ja. hebben al een aantal proefjes ja. gedaan. Komende aflevering in deze serie gaan we het hebben over een aantal sensoren. De core temperatuursensor, een vest waarmee je uh, de drempels kan meten. Maar vandaag gaan we inzoomen op de NIRS. Gaan we stilstaan bij de vraag, wat is het? Voor wie is het wat? Hoe werkt het precies? Dan natuurlijk uiteindelijk op zoek naar de vraag: ja, moeten we dat mee als amateur, maar zelfs als topsporter, hoe zinvol is het? Hé, hey, wat heb jij uh, Guido Dit is de NERS. Hij zendt bijna infraroodstraling uit en dat vangt hij ook weer op. En door het verschil dat hij kan maken tussen het aan uh, hemorubine gebonden zuurstof en. Zonder zuurstof, ja. dat geeft een andere terugkaatsing, kan hij zeg maar dat onderscheid maken. En hij meet dus eigenlijk um, hoeveel zuurstof er in de spier gebonden is aan hemoglobine. Okay. Naarmate je harder gaat inspannen, ja. gebruik je meer zuurstof, gaat hij op een gegeven moment zakken. Dat ga je meten dan. Met zich, uh... En dat wil je dan meten. Moet je wat strakker, denk je of. Uh... Hij zit dus zeg maar op je quadriceps, ja. Een beenspier die je natuurlijk heel veel gebruikt bij het hardlopen. Dat zullen we zien. Um, je kunt hem ook bij andere sporten, uh, stel dat je krachtsporten doet. Ook op je en manen. je doet biceps trainingen, en, uh, ja. dan kun je hem ook op je biceps natuurlijk uh, plakken. Dat is niet zwaar. Nou. Zullen we eerst maar eens even een beetje rustig uh, warm lopen? Zet hem even maar op een snelheid waarvan je denkt, nou weet je, het is dus even prettig om uh, warm te draaien. En dan heb eh, je een paar minuutjes even de tijd om even wat... Oh, dit vind je al... 3 <laughs> kilometer per uur. Ja, dat is... Tuurlijk. Dat is een goede warming-up. Goed, dan heb je 10 uh, minuutjes warm gelopen. Ja. En dan uh, ga ik hem... Uh, op 10 minuten ga ik hem uh, op 9 per uur zetten. Ja, dat is goed. En dan elke uh, Twee minuten zetten we hem een kilometer harder. Ik moet weer. We gaan nog uh, vijf stappen te gaan. Nou, je ziet. Dus nadat je eigenlijk een versnelling door moet voeren van 10 naar 11. Uh -huh. Zie je eigenlijk een beetje de saturatie in de spier zakken. Ja. En nu stijgt hij weer. Hè? Dan heeft hij zich weer aangepast. Ja, ja. Ik, en... Uh, heb je dat stukje weer opgevangen en kun je dat weer prima aan. Ja. Het is een mooie dip en dan komt hij weer omhoog. En op een gegeven moment gaat hij die dip natuurlijk niet meer compenseren. Nee, dan red je het niet meer. Ja. Neers is een afkorting volgens mij. Waar staat het voor? Ja, neers staat voor Near Infrared. Spectroscopie, oftewel bijna infrarood, dat is de straling die, die wordt uitgezonden. Spectroscopie, dus dat is je zendt wat uit en je krijgt wat terug, ja. en daar zit een verschil tussen en dat meet je. Oké, okay. en wat wil je met deze sensor meten? Nou, hier deze sensor die wij gebruikt hebben, um, die zet je op je spier, ja, en die is ontwikkeld om. Um, de, uh, het verschil te detecteren tussen uh, aan zuurstof uh, gebonden hemoglobine en zonder zuurstof. Dus het is het oxyhemoglobine en het desoxyhemoglobine. Uh, hemoglobine is de, uh, de stof in je rode bloedcellen waar het zuurstof aan bindt. Dus da, dat zijn de zuurstoftransportertjes ja. je, in je spier. Dus daar, die heb je nodig als je heel arbeid gaat verrichten. Ja. Nou, hoe meer dat naar de spier toekomt hoe meer zuurstof je daar kunt opnemen om energie te maken. En eigenlijk krijg je, nou ja, hoe intensiever de inspanning wordt, hoe meer zuurstof er afgaat. Um, maar ja, op een gegeven moment gaat er zoveel, was er zoveel vraag naar zuurstof. Dan is, zeg maar, de aanvoer aan de andere kant schiet tekort Ja, en dat kan dus je deze ziet sensor een soort, zien. Ja, je ziet eigenlijk eerst een soort toename, want de bloedflow naar de spieren neemt toe. Ja. Tot op een gegeven moment en dan is eigenlijk de vraag zo groot dat de aanvoer niet meer toereikend is, en dan zie je hem weer dalen. En op een, je een gegeven zegt, moment zien we um. heel sterk dalen. Ja, we hebben een aantal grafieken gedaan, we hebben een aantal testen gedaan op de fiets en lopend. Jurgen ja. bij jou ook, en dan, en dan konden we in de real time op de telefoon een ja. grafiek zien van welke waarde? Waar kijk je naar? Ja, de, de, de sensor laat een aantal verschillende waarden zien uh, en ik heb er nu al een ja. Een Aantal maanden waar ik al wat testen heb gedaan, en in samenwerking met uh, uh, de mannen van Train Red heb ik daar. Nou, dan krijg je dus verschillende waarden te zien, en dat zijn ook combinaties van. En, uh, een TSI, dat is een percentage van een saturatie-index. Maar eigenlijk zijn um, is voor mij nu de belangrijkste waarde het verschil tussen die oxy- en die desoxy-hemoglobine, die okay. differentie-verschil, waarde. Ja? En die zie je eigenlijk um, heel mooi. Nou, eerst stabiel blijven. Een beetje toenemen door toegenomen bloedverflow. Um, en op een gegeven moment zie je die dalen. En voorbij je threshold, anaerobe threshold, critical power noemen we het ook wel. Zie je hem heel sterk dalen. Dus daar wordt er heel veel zuurstof aan onttrokken. Ja. En is de vraag echt, dat schiet gewoon ver tekort. Dat is wel een mooie uh, grafiek. Die we eigenlijk ook in beeld kunnen uh, brengen daarmee. Ja, ik zeg even tussendoor: je noemt de mannen van Train Red. Dat is het bedrijf wat deze sensor op dit moment op de markt brengt. Ja. Met deze neer-infrared spectrography-techniek. Um, deze afleveringen van het Sportlab zijn volledig ongesponsord en onafhankelijk. Dus ja, er zijn ja. allerlei relaties en banden. Maar we brengen dit omdat we dit graag willen uitleggen. Um, ja, we kunnen ook wel de concurrent, een concurrent. Is er, er een concurrent? Ja, dat is wel Moxie. zo willen. Oh ja, ja Molly. gelezen, doet het volgens ook. mij ja. uh, Bloemenveld gaat daarmee in zijn geval. nou precies. Dan zijn we maar zuiver. Ja, we gaan weer. Twaalf. Moet dat ik hier wel een drempeltje over met <laughs> <laughs> nou, hij gaat nog goed, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat is goed. ja, Ik weet niet of je nou hele lange zinnen nog achter elkaar kunt blijven praten zonder dat je <laughs> moet stoppen. weet is een beetje op niveau van... Drie woorden? Ja, het kan, okay. maar... Oké. Liever niet. Vijf seconden, dan gaan we weer eentje harder. Oké. Dan gaan we naar dertien. Kijk, nu wordt het al rennen, hè? Nu, ook, nu komt hij ook niet meer echt terug. Dan begint langzaam een beetje te zakken. nu dus voor je gevoel, wat zou je nou als je een RPE score tussen 0 en 10 moet geven? 7. Kijk, 7. Hij zakt langzaam door. Over 10 seconden gaan we naar 14. Concentreer je nu op je lopen. En Nu zit je ook op, denk ik een beetje in de fase dat je. Een vraag nog met ja of nee kunt beantwoorden. Van uh, gaat hij nog goed? Ja, dan kun je. Oh, er is helemaal geen antwoord meer. Alleen nog maar met. Ja, oh, zwaar. Ja, maar hij gaat prima. Je, je, je getallen zakken ook nu echt flink. Hou vast toch, hè? Je moet deze door. Een minuut. Kom op. Kom op, hou vast. Kom op, 30 seconden nog. Hè? Hou vast, hou vast. Dat gaat lukken. Daarna gaan we gewoon terug naar uh, wandelen en maar is het klaar. Blijf doorlopen 10 seconden. Heel goed. Heel goed blij. Hè? Dan zet ik hem, hij gaat langzaam terug. En ik zet hem dadelijk wel even op wandelen. Blijf je door. Hou vast, hou vast. Dan laat ik je even door wandelen. Gaat hij? Ja. En dan, dan zie je ook aan de data van met name die op je, uh, op je bovenbeenspier zit. Ja. Die was helemaal diep, hè? Die gaat bijna op nul. En nu schiet hij alweer, dan gaat hij naar 10. En dadelijk gaat hij kijk, 40, die gaat nou weer naar de 50, misschien wel 60. En deze gaat 12, 13. Langzaam gaat hij 13. En dan gaat hij naar 14, 15. En dan komt al zuurstof weer terug in je benen. Ja. En als die zeg maar weer hoog genoeg is, dan starten we, kunnen we weer door. Prima. Ja. <laughs> ja, dan kijk je, je zuurstof vult zich weer helemaal. Die weer helemaal op 20, 21 en die boven de 50, waar je mee begon. Keurig. Oh, je hebt wel een hele mooie curve. Kijk, daar hoor ik graag. Eh. Ja, ja, dat is heel, heel mooi te zien. Daar ging het over komen. Ja, 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 ja. Hij is veder licht. Je ja, merkt niks je even, is het invasief? Uh, het is zeker niet invasief. In het begin denk je wel, hé, hey, ik heb iets om mijn bovenbeen. Want ja, hij moet er natuurlijk strak tegenaan. Ja. Ik kijk, nu is beter. Hij is, hij is licht. Daar zitten gewoon eigenlijk, uh, ja, ik zie hier drie sensoren. Wat het idee is. Aan de, ik de binnenkant. opgezocht. Ja. 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 Het zendt licht uit van een bepaalde golflengte, wat ja. Kido al zei. En Net uh, onder de infrarood ja. golflengte. En dus. nou is het grappige is, wat eigenlijk al al eeuwen bekend is, is dat hemoglobine, wanneer er zuurstof aan vast zit, heeft een ander absorptiespectrum. Dus absorbeert dat licht dat uitgezonden wordt, dan uh, desoxyhemoglobine als er weinig zuurstof aan zit. Dus er zijn twee karakteristieken ja. eigenlijk voor hemoglobine wel of niet met zuurstof. Nou, dat kun je oppikken. Dus het zendt uit, pikt ook weer op met het sensor. Ja. En daar zit er natuurlijk al een, ja, een, een mooie software achter die gaat meten eigenlijk het verschil tussen die twee en daar bepaalde getallen aan kan geven, ja. zoals die TSI. Ja. Maar op zich, qua onderzoekstechniek is neers zelf. Of dit is, bestaat al eeuwenlang. Ja. Maar het is natuurlijk het unieke dat ze het nu in een heel klein, uh, compact dingetje hebben gestopt. Waarbij je toch ook nog. Uh, je hebt te maken met bewegingen continu. Ja. Ja. Daar moet het, het heeft het... Had je het gevoel dat hij op jouw been bewoog? Nee. Het zat goed strak. Het heeft natuurlijk een bepaald sample size, een stukje van jouw spier. Ja. Daar kijkt hij eigenlijk gewoon naar de bloedvaatjes, met name de haarvaten, de capillaren die daar lopen, die zijn gevuld met rode bloedcellen. Een x-aantal daarvan, die hebben nog heel veel zuurstof aan de arteriële kant. Die zijn bezig om het af te gaan geven aan die mitochondriën die zuurstof. Aan de veneuze kant, daar kom je natuurlijk dan de hemoglobine tegen die amper nog zuurstof heeft. Dus het heeft een mix van die twee. Je kan je voorstellen dat die mix verandert wanneer er meer zuurstof aangevoerd en ontrokken wordt. En daar loop je op een gegeven moment inderdaad tegen grenzen aan. Of de, ja. de aanvoer komt, schiet tekort, of eigenlijk het oppakken door de mitochondria. De mitochondria dat die zeggen ja sorry, uh, ik, we kunnen niet meer zuurstof opnemen om onze ATP-energie te, gener te, gener te genereren. En dat, uh, nou, ik moet zeggen, nee, ik merkte er eigenlijk uh, eigenlijk niks van werkte. werkte. Nee, het was prettig. Dus ik, ja, ik wil ja. zo even op zoek, want ik realiseer me dat we dat onze kijkers, luisteraars helemaal niet uitgelegd hebben. Waarom zou je dit willen weten? Maar Cliffhanger houden we vast. Mm -hmm. Want even terug naar die data. Ik stond naast jou tijdens de fietstest en in die app zag ik real-time twee grote waarden. Jij noemt al die TSI. Dat is een soort training intensiteit of zo denk ik. Nee, het is tissue saturation index. Oké. Okay. Maar uiteindelijk zei je, kijk maar naar die waarde daaronder. Die ja, die hb de, dif. de hb De HB-DIF, ja. Wat ja. is dat dan? Dus dat is de hb, hemoglobine HB. En DIF zegt dus iets, difference between oxyhemoglobine en desoxy. Okay, dus dus dat is eigenlijk, het is niet een absolute waarde. Aha. Mm -hmm. Het is eigenlijk, het geeft aan, het beginwaarde, er zit een beginwaarde. Een, um, er zit een verhouding tussen oxy en desoxy. Ja. Die gaat veranderen. Ja. Want de ge orde grote getallen die we daar zagen, in de rust is dat rond de 50, geloof ik. Bij nee, was die die... dat was de theesie. Maar op een gegeven moment hadden Onder we tussen 20. 30 tot 5. Of... Nee, nou, ja, die je begon je het... een beetje ja. op 20 en die ging eigenlijk steeds lager. Ja. En uh, uiteindelijk ging die zelfs bij Jurgen, volgens mij, als ik het goed heb, richting de 5. Ja, ja. en wa wat betekent dat dan, 20 nou, of 5? Ja, maakt dat getal niet zo heel veel uit, want okay. het gaat om een trend. Oké. Okay. Dus als je ziet dat die trend. Stabiel blijft of misschien wel een beetje hoger wordt, en op een gegeven moment gaat dalen en stijgen, dan is eigenlijk die trend, moet je zien te ontdekken. Het, is het gaat niet om zo... de knik. Ja, het is niet zo dat je denkt: ja, maar wacht even, als die HBDIF op 6 staat, dan weet ik dat daar de drempel is. Zoals we vaak bij lactaat kijken, 2, 4 millimol wordt vaak gekeken, dat zijn drempels. Mm -hmm. Dat is hier niet zo. Hier moet je kijken naar trends. Okay. Wat doet die lijn? En je zegt dus: het geeft een verhouding aan tussen uh, zuur, bloed met zuurstof en bloed zonder zuurstof, zeg ik maar even simpele taal: spier. Spier. Ja. Spier. In de spier. Met ja. of zonder zuurstof. En als dat maar gelijk blijft, dan is die verhouding gelijk. Dus dan wordt er net zoveel gebruikt als dat er aangeleverd wordt. Exact. En als, steady het, getal, state. Precies, steady state. En als het getal gaat dalen, ja. dan schiet één van die twee kanten van de vergelijking tekort. En als je gaat dalen, dan. Maar eigenlijk schiet hem altijd. Naar wat je gaat. Zien is bij een inspanningstest, het wordt steeds intensiever. Zwaarder, ja. Je liet Jurgen steeds harder lopen. Ja, dus eigenlijk, laten we zeggen, we beginnen met de aerobe motor, die wordt steeds zwaarder belast. En op een gegeven moment komt de anaerobe motor bij En die aerobe motor zit op een gegeven moment aan zijn max. Ja. Die kan niet meer energie uit zuurstof halen. Dus daar zit hij op, echt aan, aan zijn max. En de, je, ga, je gaat al meer energie eruit onttrekken, maar dan schiet het tekort ja. aan de achterkant, zeg maar, de aanvoer. ...van het zuurstof. Dus en dat ja. zie je in die grafiek. En die zie je dan De zo. fysiologen hebben het altijd over supply versus demand. Precies. Nou, en dan kun je je voorstellen... ...demand is wat, wat is de heel hoog. nodig heeft bij zo'n intensiteit. Ja. Wat de mitochondriën proberen aan energie te genereren. En de supply komt voort uit... ...ja, wat, wat voert het bloed eigenlijk aan? Vanuit longen ja. wordt natuurlijk de zuurstof opgenomen... ...in het bloed verder getransporteerd... ...en uiteindelijk afgegeven. En als daar een mismatch ontstaat... Ja. Ja, dat kan deze sensor in ieder geval oppikken. Je hebt eigenlijk bij elke uh, incremental test, hè, toenemende inspanning, bij een, heb je altijd een uh, uh, demand en supply. Naarmate je naar je max gaat, is je oxygen demand heel hoog. En eigenlijk kun je dan berekenen op een gegeven moment, dan, ja, maar dan zit je dus met een schuld, want demand en supply loopt vaak gelijk. En op een gegeven moment gaan ze uit elkaar lopen, dan... Is de supply eigenlijk op hun max en de demand loopt door, en dan heb je alleen maar zuurstofschuld. Ja. En dat krijg je eigenlijk hier ook in beeld. Dat krijg door. je heel mooi te zien. Dan gaan we nu door naar de volgende stap, namelijk: waarom zou ik dit willen weten? Wat is de toepassing, of, of welke ja. sensor of meting wordt er hierdoor mogelijk vervangen? Misschien hmm, dat we ermee ja. moeten beginnen. Nou, <laughs> ik kan wel. Uh... Maar... Christian Bloemenveld gebruikt hem bijvoorbeeld. Dat is een, even toch voor de mensen ja, die niet in top onze bubbel zitten. Uh, triatleet, de, de ja? Noren doen het erg goed. Uh, publiceren ook heel veel over hun trainingsmethodiek en hun benadering. En wat ik in ieder geval las, is dat zij hem gebruiken omdat uh, onder omstandigheden dat hij bijvoorbeeld op hoogte gaat trainen. Of de temperatuur is, of is hoog. Dat heeft allemaal impact eigenlijk op jouw FTP, of eigenlijk de drempel. Ja, waarop uh, hij uh, de anaerobe drempel of de lactaardrempel. Ja, toch dat, hè? Dat, we hebben honderd manieren om ja. die drempel te definiëren. En die gebruiken zij natuurlijk voor hun intensiteitszones te bepalen. Ja. Ja. En uh, zeggen eigenlijk, ja, dan wil je niet. Stel je bent op een hoogtekamp, weer opnieuw zo'n test doen helemaal. En je FTP bepalen om die omstandigheden. Hij zegt. Nee, want op een gegeven moment weet ik gewoon dat bij een getal van. Ja. ja, ze kijken 8, 18, 19 procent of zo hadden ze het dan over. Misschien kijken zij juist naar die saturatie. Dan wisten zij dat is gematcht met mijn ja. FTP, met mijn uh, anaerobe drempel. Ja. En dus elke keer gebruiken ze eigenlijk nu: zit op hoogte, het is warm. Ah, we kunnen beter dan kijken naar dat signaal. En als we dan voorbij die 18, 19 procent gaan van onze moxie signaal in dit geval. Ja, dan weten we dat we in de verkeerde zone terechtkomen. Dat we eigenlijk te diep aan het gaan zijn. Dus zij gebruiken in ieder geval... Dat wil op die je manier. weten. Als ja. je doel is om bijvoorbeeld op een V2 max niveau te trainen en niet langer op, ja. dan wil je dat... En de omstandigheden veranderen. Ja. En ja. je hebt geen zin om continu die drempels weer in een klassieke inspanning te zetten. dus heel veel te metingen ook om, om hun eigen gevoel, wat ze hebben bij een bepaalde intensiteit, te verifiëren met de data. Oké. Okay. Dus, zij, zij dus het hebben... zou ook nog kunnen dat Christian Bloemenveld of een atleet een opdracht krijgt op gevoel. En dat de wetenschappers ja. of de sportwetenschappers ja, om hem heen gaan kijken in de data: ja. wat gebeurt er, hoe ziet dat eruit? Absoluut. Ja. Maar de essentie waar dit dus om draait, is toch je drempel, hoe je die ook noemt: of ja. nou FTP-drempel, anderhoofddrempel. Ja, je wilt. Erover, nee, drempel, Die wil je in het snotje hebben, toch? Want daar zit die knik. Kijk, je wilt eigenlijk, wat wil je, je, je hebt, we hebben het altijd over twee overgangen. En het zijn niet, weet je, drempels. Het zijn eigenlijk overgangen. Ja. Dat dus is aeroop naar aeroop, aeroop, steady state. En aeroop, aeroop, steady state naar niet meer steady state. Nee. Die twee en, heb en je. En die tweede is zo belangrijk, want steady state, het woord zegt het al. Daar kan je in een lange ja. duur inspanning, bijvoorbeeld hele triathlons, heel goed heel lang op door. En als prestatieatleet wil je daar zo dicht mogelijk ja. tegenaan leggen, want dat is je ja. PR. ja. En je wilt er niet overheen, want nee. dan gaat op een gegeven de boel snel uh, naar de vaantjes. Oh, nee, dat is exact, een nou ja, het ligt eraan hoe lang je er overheen moet. Kijk, als je een, 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 een 10 minuten of twintig minuten iets moet doen, dan kun je daar overheen. Hè? Ja. Ook daar ja. is het belangrijk, ja. niet ja. te ver Maar toch even, voor maar... de leken, dat is waar zo'n sensor ja. bij helpt. Ja. Ja. Om in de ja. gaten te hebben, ja. waar zit ik? Kijk, als jij een, een, een lange triatlon doet uh, en je denkt, ja, maar ik ga zo'n sensor omdoen tijdens de wedstrijd om te, om te monitoren... Nou, heeft niet zo heel veel waarde. Waarom niet? Omdat je, ja, tenzij je heel slecht gevoel hebt uh, van pacing, dat je denkt: Oh, ik ga echt veel te hard, ik ga echt knallen. knallen. Hè, want dan zakt die pas. Um, ja, ja. ja de, de sensor gaat je pas uh, relevante informatie geven als het eigenlijk al te laat is, zeg je. Want dan begin ik al nou ja, te knikken. Je, die geeft pas eigenlijk duidelijke uh, dalingen uh, in uh, die oxygenation aan als je weg ja, in het anerobe deel zit. En dan ben je dus eigenlijk al te laat in ja. dat geval die wedstrijd. Ja, maar daar kom je qua gevoel eigenlijk nee. kom je daar toch niet uit. Dus nee. daar heeft het niet zo heel veel waarde in een wedstrijd. Maar helpt. in de voorbereiding moet je die, nou weet je, moet je die wel leren kennen. Ja. Dan helpt het natuurlijk wel. Eigenlijk is het, ja, um, als je intervaltrainingen bijvoorbeeld doet uh, met hoge intensiteit, lage intensiteit, hoge intensiteit, lage intensiteit, dan zie je zeg maar die hele tijd die schommelingen. Want je ziet hem zakken, en je ziet hem weer terug herstellen. Zakken en weer terug herstellen. Ook bij krachttrainingen. Kijk, dat ding is belangrijk natuurlijk. Dat je hem op de juiste spier zet. Als dus ik ga bankdrukken. Wat drukken, is de juiste spier? Ah, zo. Dus ja, als ja, ik ga ja. bankdrukken, moet ik hem niet op mijn been gaan zetten. Nee, helder. En, ja, ja, ja. Dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Of als nee. ik ga hardlopen, hoef ik hem ook niet op mijn arm te gaan wijzen. Dat is dus, de positionering van dat ding is natuurlijk superbelangrijk. Ja. Uh, maar bij krachttraining en je gaat bankdrukken, dan kun je hem natuurlijk gewoon op je biceps gaan zetten. En dan zie je ook daar... Hoe vermoeid wordt mijn spier en wanneer ja. die slaat die ook ik om. Uitputting. Nee, en het een uitputje. Dat vind ik wel een plus. Een lokale meting. Kijk, we weten ja. als we zo'n inspanningsdienst doen met, met ademgasanalyse of zelfs lactaat. Dat zijn toch globale metingen ergens. Van het Globaal, hele lichaam. Globaal als in het, het meet een uitkomst ja. van het hele lichaam. Dus ja. juist ademgasanalyse. En je bent aan het hardlopen. Ja, dan krijg je ook output van inderdaad armen. Ja, oké, okay, die zwaaien ja. wel mee, maar ook ja. bij het fietsen. Maar in ieder geval, uh, je wil meten bij de spieren ja. die het, waar het echt uh, gebeurt. Ja, dat, en dat kan, dat kan met zo'n uh, ja. zo sensor natuurlijk. Ja, dus en je een zit groot dicht, voordeel lijkt me, zit een ademgasanalyse is per, bijna per definitie een laboratorium setting. Ja. Je hebt een draagbare, ik ja. weet het, maar dat is natuurlijk wat minder prettig. Dit is heel... Niet invasief ook, hè? Precies. Ja. Je zet op je ik, het je neer. Ik doe het natuurlijk het nu net alsof ik er helemaal niks van weet. Maar trouwe luisteraars weten, we hebben het er al even over gehad. Toen ik de inspanningstest bij jou deed, Had je hadden we ook, hem ook meelopen. Ja. En toen zagen we in feite, uh, ja, in die zin die drempelbepaling ook. Hè? Dezelfde patronen komen altijd weer terug. Hè? Dus ja. hoe ja. vaak ik deze test al gedaan heb, dan leer je ook gewoon um, trends herkennen en interpreteren. Dus ja. Je ziet ze steeds weer op En wat ik nu dus leer van jou, Jurgen, uit het verhaal van Bloemenveld, is dat je zou kunnen zeggen. Uh, je hebt een FTP of een drempelwaarde, bijvoorbeeld met je uh, vermogensmeter op de fiets bepaald. Ja. Maar het is een keer warm, het is een keer hoog, het is een keer whatever. Omstandigheden veranderen. Ja. En dan is die drempel vanuit vermogen altijd een afgeleide of berekende waarde. En in dit geval zit je echt. In je spieren te valideren of het vandaag ook nog steeds zo Precies, en dat is denk ik, uh, ik stop hem wel in de show notes. Ik heb uh, wel wat studies ook gevonden. Yeah. Die inderdaad netjes valideren ga in drie intensiteitszones. Zoals de wetenschap vaak zit, hè, met uh, de, de, de intermediate of de um, ja, ja, ja. heavy en severe, heavy severe. Ja. Of de moderate heavy, die, severe die zijn er drie. Ja. En dan ja. zien ze tijdens moderate en heavy netjes. En dat laat Kilo, denk ik zo wel zien. Ja. van Dat je even een verandering krijgt van, van moderate naar heavy. Even een, uh, een sprongetje in het signaal. Ja. Maar het signaal past zich ook weer snel aan. Uh, lees, er komt een steady state. Je kan dat uh, langere tijd volhouden. Ja. Maar als je uiteindelijk naar je sevier gaat, ja, dan zit je boven die, uh, die tweede drempel, de Ja, Dat hou je gewoon niet lang vol, dan komt de uitputting in zicht. En dat, dat zie je meteen, je, die sprong die je maakt in het signaal, ja. die, die blijft, gaat eigenlijk de verkeerde kant op. En je eindigt uiteindelijk dus op een, uh, ja, op een getal. Het wordt gewoon nergens constant. Nee, ja, ja. En pas op het moment dat ik moest stoppen zie je dat dat signaal gelukkig voor mij weer best wel snel terugkomt. Ja, je kunt bij jou heel goed de moderate, heavy en severe zones ja. aangeven. Beschrijf eens wat je ziet voor onze luisteraars. Ja, we hebben eigenlijk een eerste stuk dat geduurt een beetje tot minuut tien. Uh, ja, ik denk minuut tien. Dat blijft eigenlijk heel stabiel, steady state. Dat is eigenlijk de moderate intention voor, ja. voor hem. Dan zie je vanaf minuut tien tot ongeveer minuut... 14 ongeveer, daar, daar is het een beetje dalende trend. En vanaf minuut 14 tot, uh, daar heeft hij gelopen, 18. En dan zien we veel meer, ja, misschien minuut 15 tot 18, knikken. dan zien we veel meer dalen. Dat was die fase dat hij ook niet meer kon praten, nee, toch? Dus je hebt het eerste knikpunt waar die licht gaat dalen, dan wordt het een overgang naar heavy... Exercise. En dat kan hij nog wel stevig doorlopen, maar dat wordt wel een beetje hè? RPA 7. Ja. En dan op een gegeven moment zit hij uh, um, bij minuut 14, 15, 16 misschien. Dat je dat net houdt. En dan, is het echt, dan gaat het echt naar severe exercise. En dat, ja. Ja, dat houdt hij dan geen kwartier ja. vol. En dat zeggen ze ook in het artikel. Ze kunnen zijn, eigenlijk kun je dit gaan gebruiken. om ook te schatten van hoe lang, wanneer ben je echt uitgeput? Wanneer eindigt je eigenlijk ja. jou, jouw inspanningstest? Ja, dan kan je op deze manier, nu moest ik hem bijna helemaal volmaken, maar je kan op een gegeven moment wel zeggen, oké, okay, ja. tot daar en dan. Uh, dus dan dan kan... weten we het wel, dan ja. hebben we de drempel gevonden. Ja. En dat is met name, daar hadden we het in de aflevering over inspanningstesten ook over, Guido, dat als je een test op een loopband doet. Kan je ook niet tot uitputting, want dan valt iemand. Hè? Dus dat, dat moet je, als je de drempel hebt, precies. dan heb je hem. Kijk, er zijn natuurlijk, dat is gewoon veiligheid. Want sommigen, ja, je gaat echt door dat het niet meer kan. Ja, ja kan hem Maar fietsen. die loophand, die stopt ja. dan niet. Nee, precies, precies helder. Hey, tot slot. Uh, we hebben het de laatste tijd over veel verschillende manieren van trainen gehad. Onder andere over trainen op gevoel. Waar ook deze praattest, die heel hmm. mooi te zien was, ja. in jouw test vandaag Jurgen. Ook voorbij kwam. We hebben het uh, gehad over uh, trainen met vermogen, hardlopend of fietsen. Er zijn ook mensen die nog zweren bij trainen op hartslag, ondanks alle nadelen. Je kan... Voor wie voegt het nou... Er... Nou, één, nee, één ja. vraag terug. Komt daar nu in dat rijtje trainen op nirs bij? Ik denk het nog niet. Nee, nee het is wel, weet je, dit is wel iets wat echt wel voor de echt prestatiegerichte sporter iets kan toevoegen. Ja. Met je ook iets met die data natuurlijk steeds blijft doen, wat ik altijd zeg. Ja. Je kunt iets meten, maar je moet wel iets met die data gaan doen. Ja. Um, en in dit geval toch even heel scherp zetten: met deze data, stel ik heb dat ding iedere training om. Wat zouden we met die data doen? Blijven valideren of onze drempelwaarde Nee, dan goed kan hebben. ik je zeg maar sturen aan de hand van bepaalde muscle oxygenation dus zeggen. Daar ik, zou je nou een training op kunnen gaan ja, ontwerpen. Ja, weet je, je moet ja. nu, maar dan. Hoef je het bijvoorbeeld, als, als ik zeg, ja, maar ga maar een rustige duurloop doen. Dan hoef je dat ding niet aan? Hoef ik dat ding niet, want daar heb je dat niet voor nodig. Maar als je denkt, nou, weet je, ik wil eigenlijk dat hij nu harde um, kilometers gaat lopen, waarbij eigenlijk dat hij net steeds verder gaat di nou ja, dippen. Zo, en ja. dan moet hij uitkomen waarschijnlijk op een waarde van zes. Ja. Hè? Ja. Dus die moet je dan proberen te bereiken. En daar kun je langzaam naartoe lopen dan. Ja. En dat zou dus interessant zijn voor atleten die al veel volume trainen. Die alle basis al op orde hebben. En die nog scherper dat randje willen gaan opzoeken om tegen die drempel aan te presteren. Ja, topatleten zijn dus eigenlijk. Dat is echt wel de laatste snufjes, natuurlijk. Procenten die je winst kan gaan halen. Um, als je verder nog nooit op, op uh, harde tempo's, vermogens, hartslag, alles. Ga dat eerst maar eens doen. Ja. ja. Doe dat dan maar eens eerst. Ja. Maar ik zat nog even... Is het uh, vanuit... Nou ja, jij, jij als sportarts. Bijvoorbeeld iemand raakt geblesseerd. Ik kijk verder niemand hier aan aan tafel. Nee, dat uh, niet. <laughs> ja. En die is... Uh, ja. ja, die moet uiteindelijk... Heb je dus een been wat uh, misschien zwakker uh, wordt. Ja. Uh, langere tijd om te herstellen. Ik, sterker nog. Als je nou twee van die, uh, ja. die sensoren gebruikt. Eentje voor rechts, eentje voor links. Dat je op die manier ook uh, kan doek. monitoren eigenlijk... Ja. Hoe, hoe snel het herstel gaat van die spieren, ja. Is dat nog een optie, denk ik? Ik weet niet of dat. Ja, weet je, met blessures is dat altijd lastig. Want je kunt, hè, dan kun je toch minder hè, met pijn goed belasten. Maar waar het nu al in de praktijk wel wordt gebruikt. Um, dat is in het, zeg maar, in het diagnostiseren van een hele. Specifieke wielrennblessure. Hmm. Knik in de liesslagader. Oh, ja. ja. Ah ja, wat we er ja. heel veel hier aan over horen. Exact. In ja. Veldhoven worden heel veel, uh, wordt heel veel diagnostiek daarmee gedaan, heel veel testen ontwikkeld daar. En zij gebruiken dezezelfde oh, ja. sensor links en rechts ja. ondertussen in hun diagnostiek. Omdat die ook wel zo sensitief is dat je dat links en rechts dus gewoon eerder die knik ziet gaan ontstaan in het been waar die knik zit. En dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat Absoluut. de bloedtoevoer belemmerd uh, is. Ja, die aanwijzing is. hebben ze al, maar dit ja. is eigenlijk wel redelijk bewijzend dat het gewoon de bloedtoevoer aan de ene kant belemmerd is. Ja. ja. helder. En dan zal die persoon ook wel zeggen: "Ik voel het ja. in mijn linker of mijn rechterbeen." Ja, en natuurlijk zie je dan ook een lactaatstijging, maar eigenlijk kun je dus wel op het belangrijkste lokaal niveau is dat je zegt maar, ja. van de aanwijzen van de hier. Ja. ja. Links, als hij links de aandoening heeft en je ziet in die linkercurve dat hij echt gewoon veel eerder ja. uh, de curve naar beneden gaat... dan ja. denk ik, ja, daar, daar schiet de aanvoer nu al tekort. kort. Ja. Mooi. Ja. Ja. Snappen we hem? Ja, we snappen hem. We snappen hoe die werkt, we snappen de achterliggende techniek. Er is wetenschappelijke validatie dat het een goed meetinstrument is. Zeker? Het is ja. nog een beetje zoeken ja. naar de toepassing... en die is zeker niet voor Jan en alle mannen en iedereen. Nee, maar hangt ook een prijskaartje aan. Hè? Dat er liggen zeker kansen, ja, ja, precies. precies. Ja, 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 helder. Ja. Leuk. Is dit wat Slimmer Presteren Sportlab is en zou moeten zijn? Ja, ja. ja, ja denk, wij het ja. Wel. Ja. denk ja. ik wel. Het is onze eerste keer. Dus als je nu zit te kijken of zit te luisteren. laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Of je dit leuk vindt of je dit meer wil of je nog vragen hebt, specifiek over, Nieuwe de, sensoren, over de NIS... of dat je nog sensoren weet die je graag een keer getest zou willen zien... dan uh, stuur dat op via de bekende wegen. We zijn de @slimmerpodcast Podcast op Instagram en Twitter. Tegenwoordig ook op LinkedIn te vinden. Daar kan je uh, sowieso deze aflevering vinden. Doordelen met je netwerk en daar kan je op reageren. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering en dus ook van deze een eigen pagina. Kun je reageren of die link kan je doorsturen... Of je kan ons mailen via post slimmerpodcast.nl. In het volgende slimme Series sportlab gaan we het eens dus hebben over een heel slim t-shirt. wat hier op tafel ligt. Ja. Toch? Ja. Ben benieuwd. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.